Een gebied waar niets wil bloeien. Verandert in een van de rijkste streken van het land. Nou, en dan zijn ik trots op. Met dank aan wat er wel wil groeien. De aardappel. En aan een visionair die daar de kansen van ziet. Een ondernemer. Hij kan in de toekomst kijken. Vuile grootkapitalist. Hij ontdekt de stoommachine en stampt de eerste industriële multinational uit de grond. Allemachtig. Hij slaat water uit de rots. Het is echt een self-made man die zichzelf heeft rijk gemaakt. Ga aan het werk! Op zoek naar de vergeten rijkdom van het Nederlandse noorden. Over 5 seconden. Ja, nu. Zien vergaat je. In de 19e eeuw ontketende de stoommachine een kracht zo groot en zo nieuw dat mensen hem alleen konden benoemen door hem te vergelijken met de grootste kracht die ze tot dan toe kenden: paardenkracht, pk. 1 pk stond voor de kracht van 21 man. 100 pk dus meteen voor de kracht van 2100 man. En dat was het begin pas. Nederland kreeg er honderdduizenden mannen bij. Mannen die altijd wilden werken. Zonder morren. 24 uur per dag, als het moest. Wat je daar niet mee kon. Je kon er de wereld mee veranderen. Dat begon zo rond 1850 door te dringen in ons land. Bij een poldergemaal als dit, bij de mijnen, bij de treinen en bij een heel enkele fabrikant met een vooruitziende blik. Dit is hem. Ja, Willem Albert Scholten. Haasvader. Hij kijkt hier om en neer. Hij houdt alles in de gaten. Jij draagt, stel ik me voor, dit beeld al je hele leven met je mee. Ja. Dit portret. Wat is dit voor een man? Hij was toch wel geniaal, denk ik. Hij had natuurlijk kennis van zaken, hoe je zetmeel moest ontsluiten uit de aardappelen. Hij was een groot ondernemer met een groot aantal fabrieken. Hij had echt het doel voor ogen. Ik wil dat groots aanpakken. Het is wel een kop, hè, die man. Hoe kijkt die man je aan? Nou, ik denk dat hij vooral heel helder is, heel onderzoekend is. Dat hij kijkt naar, wil je wat nieuws? Zo'n blik heeft hij een beetje van, wel bedachtzaam, maar toch wel kijken of hij weer een nieuwe kans ziet om wat te ontwikkelen. Geen man om nee tegen te zeggen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar ook als iemand nee tegen hem zei, dan trok hij daar echt niks van aan en dan ging hij toch zijn eigen weg. Eigenheimer. Ja, in aardappeltermen. Ja. Willem Albert Scholten, de eerste landbouwindustrieel van de wereld. Hij begint met een fabriekje in aardappelmeel en aardappelmout. Maar zijn imperium groeit in 50 jaar uit naar 21 fabrieken, waarvan een tiental in het buitenland tot in Pruisen, Rusland en de Oekraïne aan toe. Hij zou uiteindelijk ook nog strookarton, suiker en turfstrooisel gaan produceren. Als Scholten hier aankomt, in de noordelijke veengebieden, is er nog niets. Maar het land ligt klaar. Klaar voor een man met een plan. Fox Holstermeer, hier is alles begonnen. Nog steeds aardappelmeelindustrie. Gigantisch complex. Ja. En dat is waar Scholten ooit begon. Ja, in 1841. Dus hij moet dit uitzicht hebben gehad en toen was hier
Niks. Kaal land. Kaal land. Helemaal vanuit het niets begonnen. Ja. Aan het water. Aan het water. Dat water had hij nodig. In de aardappelmeelindustrie heb je water nodig om de aardappels te wassen en te verwerken. En dit meer was een perfecte locatie voor hem. Hij was een domineeszoon. Vader vroeg gestorven. Moeder wilde dat hij ook dominee werd. En hij wordt fabrikant. Fabrikant, ja. Hoe komt hij daarop? Hij in zijn jonge jaren loopt hij een soort van stage in een aantal verschillende bedrijven. Dan merkt hij dat hij die handel wel heel erg leuk vindt. En hij wil graag eerst verffabrikant worden. Maar via via komt hij op de aardappelmeel. En op een gegeven moment heeft hij door dat er in Groningen veel aardappels worden verbouwd. Er zijn een aantal fabriekjes al in het zuidelijke Nederlanden waar aardappelmeel wordt gemaakt. Maar die halen allemaal uiteindelijk hun aardappels uit Groningen. En dat is op zich heel duur, want een klein deel van de aardappel is maar bruikbaar. Dus het is beter om op de plek te zitten waar de aardappels worden verbouwd, zodat je ze direct kan vermalen en verwerken. Eureka heette de fabriek. Ik heb het gevonden. Eureka, ik moet naar die aardappels toe. Ik moet naar die aardappels. Dat zou de meest rendabele manier zijn om een fabriek te runnen. En dat blijkt, want het is er nog steeds. Wat raak ik hier nou? Ja, dat zijn de afvalstoffen van de aardappelmeelindustrie. Het was niet de schoonste industrie. En dat kwam omdat bij de aardappels werd het schonen en het verwerken van de aardappels werd veel water gebruikt. En het afvalwater werd gestort in het kanaal. En er zat zwavel in. En dat stonk naar rotte eieren. Rotte eieren? Ja, en je had echt lage schuim wat dan dobberde op dat water. En dat stonk heel erg. Die kanalen waren er al. Ook die lagen klaar voor een industrieel als Scholte. Klaar voor de ontwikkeling van het gebied. Tot dan toe werden ze vooral gebruikt voor de scheepsbouw. Een van de weinige andere bedrijfstakken in de streek. Voor werfjes als deze. Die maakten dankbaar gebruik van deze waterwegen. Al waren ze ooit voor een heel ander doel gegraven. Deze werf is van 1690. Dik 3 eeuwen. Ja. Het begon allemaal met een simpel stuk turf. Je moet je voorstellen, in de 17e eeuw was het allemaal moerasgebied. Er was niks te doen. Toen ontdekten ze dat hier heel veel veen was, waar je turf van kon maken, brandstof. En toen begonnen ze met het afgraven van die turf. En het moest vervoerd worden. Nou, dat moest over kanalen. Die moest eerst gemaakt worden, want dat was er nog niet. Dus kanalen werden gegraven. En die eerste schepen die toen gebouwd werden, dat waren turfschepen. En die schepen die gingen dus over die nieuw gegraven kanalen richting de stad Groningen. En daar werd die turf dan verdeeld en verkocht overal naartoe. En uiteindelijk ook naar Amsterdam en Holland en overal ging die turf naartoe. De energie kwam toen ook al uit het noorden, zou je kunnen zeggen. Dit was het Winschoterdiep oorspronkelijk. En dat is midden vorige eeuw is dat gedempt. En dat liep? Pst. Ja, heel eind die kant op. Eigenlijk helemaal naar Winschoten. Dus richting de Duitse grens zou je bijna kunnen zeggen. En die kant op, waar nu moderne huizen staan, supermarkten, bejaardentehuizen, ga zo maar door achter elkaar. Daar waren werven, scheepswerven, waar dus de schepen dwars te water gingen. Zover het oog reikte, overal zag je wel werven. Het scheep, ja, dat kon net door de brug. Die oude brug en dan is hij broek hier vlakbij. Dan moest je dus ook doortrekken, hoor, want het was heel ondiep soms daar. Maar die scheep ging verlengen en dat was wel een probleem. Dan kon die scheep die kon de bocht niet krijgen daar, en dan mocht hij verzinnen door de wal heen trekken. En hoe groot dat ze ook zijn, als je een schip verlengt, wordt het veel groter. Dan ga je voort en niet bedenken, zal het daar wel langs kunnen, jongens? Ah, tuurlijk wel. Dat lukt wel, een beetje manoeuvreren, een beetje scheef door de brug heen, die wal, een beetje... Beetje afgraven wat moet, hè? Ook gedaan. Ja, dan pak je de schip en ga je het wal afgraven, een stukje. Ja. Een meter of 2 meter, nou in. Ja. Zo ging dat. Als je maar wil. Ja, natuurlijk. Totdat het schip zonk. Ja. En met een kilo over de bodem trokken ze dan zo'n schip dan onder een brug door, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En aan de andere kant ging je weer omhoog. Het is echt, eeuwenlang is het persen geweest door dat smalle kanaal. Het moest allemaal door het smalle kanaal naar de stad Groningen en vandaar naar zee. Ja, goed. Maar dat was toen een hele mooie periode. Maar je was jong en je had een werf hier. En je pa zei, als je hard werkt, dan vind je ook patiënten.
prima. Graag gedaan. En het was mijn lust in mijn leven. Heel mooi wonen. Hij is 128 meter lang, dus hij kan er wel mee door. U heeft hier uw hele leven gewerkt? Ja, ik heb het hele leven gewerkt. Links en buiten, dat was het mooiste. In de zomer, de van Braaien. In de winter, de verkleumtje, de bevrooien. Maar dat maakte niks uit. En dat was toch al liefde, daar ben je gezond blijven. Maar ik heb hier altijd gewerkt. 45 jaar, 46 jaar. Nou, dan zie je zo'n mooi schip. Nou, dat is een hele grote, deze. 8.500 ton. Maar u bent al geboren met de werf, zo'n beetje? Ja, ja. Ja, mijn vader is uit Duitsland gekomen en die is hier in het werk gekomen. Als klinker. En mijn broer ook. Mijn broer heeft ook 25 jaar gewerkt. En de werf is nog veel ouder? Ja, 200 jaar. En zo'n te waterlating, hoe vaak is dat hier? Deze grootte is 2 keer in het jaar. Hoeveel heeft u er meegemaakt door de jaren heen? Oh, daar heb ik zoveel van meegemaakt. Dat weet ik niet, dus. Dat weet ik niet. Maar je komt nog steeds kijken? Ik kom elke schip kom kijken. Elke schip ga ik kijken. En dan kijk je daarna en dan zeg je, daar is het weer klaar. Daar is onze boot. Nou, en daar is de hele kik en dan valt hij in het water. En dat is het allermooiste. Als er goed in het water komt, nou, dat is het allermooiste. Dat is het laatste blok. Dat is het laatste blok. Hartstikke mooi, hè? Het was zo gewoon om een schip te hebben. Het was een vertrouwd iets, scheepvaart. Waar het witte gebouw staat, het Bonte Huis, dat staat er al heel lang, dat is een oud pand. Dat stond er ook al toen hij nog scheepsbouw plaatsvond, hier op deze plek eigenlijk. Het was natuurlijk een logement, een café, zeg maar, waar iedereen naar binnen kon. En meneer Scholten zal ongetwijfeld hier wel eens een krantje hebben gelezen, of misschien een borreltje hebben gepakt. Ik zie hem hier zo aankomen met een koets. Hij stapt uit, gaat het bruggetje over en gaat naar binnen toe. Nou, daar ligt een krant. De Groningen en Ommelander Courant bijvoorbeeld. En die gaat hij dan lezen terwijl hij een borreltje pakt en praat met mensen met wie hij zaken doet. En mensen kennen hem? Ik denk dat, mag je daarvan uitgaan? Ja, ik denk het wel. Hij was toch zo bekend en zo belangrijk ook. De mensen kenden elkaar hier ook allemaal. Dus het was heel gebruikelijk om in zo'n plaatselijk café te gaan zitten om een praatje te maken en te praten over het scheepsbouw en over de aardappeloogst. En ga zo maar door. De afgegraven veengronden van de 19e eeuw zijn weinig vruchtbaar, maar goed genoeg om aardappels te verbouwen. Die vervolgens via de kanalen van de boerderijen worden verscheept naar die eerste aardappelzetmeelfabriek van Scholten, in Foxhol. Het is tegenwoordig een kolossaal terrein hier. Hoe moet je dit voorstellen toen Scholten hier kwam? Ja, nou toen hij begon was het natuurlijk nog klein. Met een paar paarden, een rosmolen en een paar arbeiders. En Scholten zit hier dan een aantal jaren. En wat brengt nou het eerste echte grote succes? Ja, in het begin heeft hij het echt heel lastig. Hij heeft geldgebrek. Hij is niet helemaal bekend met het productieproces. Dat duurt echt een paar jaren voordat hij dat onder de knie krijgt. Hij heeft geen geld om zijn arbeiders te betalen. Het verhaal gaat zelfs dat hij zijn horloge moest belenen om zijn arbeiders te kunnen betalen. Dus het begin was lastig. Het gaat goed op het moment dat hij van een afnemer de informatie krijgt dat hij stroop moet gaan produceren uit aardappelmeel. Want daar is veel vraag naar. Zoet. Zoet. Ja, uit aardappelmeel kan je zoetstoffen maken. En dat wordt een groot succes. Maar wat eigenlijk nog belangrijker was, was zijn huwelijk met Klaasien Sluis. Zij was de dochter van een Groningse graancommissionair. Niet onbemiddeld. En hij had groot vertrouwen in zijn schoonzoon. En hij had een investeerder? Hij had een investeerder. Groot geld. Groot geld. Waardoor hij echt
kon uitbreiden, stoommachines kon kopen. En toen kon hij los. En is dat een huwelijk uit liefde of is het gewoon een lepe donder? Ja, nee, ik denk, ja, dat weet ik niet. Ze waren veel samen, ze werkten ook samen. En toen de zaken echt heel groot waren, was zij altijd de hoofdboekhouder van het bedrijf. Dus hij had het perfecte team gevonden? Ja, helemaal. Ja, ja, alles onder controle van de familie. De voedingsmiddelenindustrie, waar Scholten natuurlijk deel van uitmaakt, is een van de eerste industrieën die in Nederland ontstonden. Op een gegeven moment heeft hij genoeg geld om te kunnen investeren in stoommachines. En dan begint natuurlijk het grote werk. Wanneer komt de eerste stoommachine hier? In de jaren 50. 1850 kan hij zich die veroorloven. En als je hier dan stond, stel ik me voor, daar was dan al een fabriekshalletje. Dan voelde je hier vanuit de grond de stoommachines stampen. Ja, stampen, ja. Ja, en een heleboel mensen. Schepen komen aan, in en uit. Wordt dag en nacht wordt er gewerkt. Veel kruiers, meisjes die de spullen verpakten. Kuipers die de tonnen moesten maken waar de stroop in kwam. Dus een heleboel ambachtslieden liepen hier ook rond. Hij zat op de boeggolf van de nieuwe tijd, wat dat betreft. Ja, klopt, ja. En dat in een gebied waar 20, 30 jaar daarvoor nog niet veel gebeurde. Maakte Scholten nou tot zo'n goede handelsman? Dat is een goede vraag. Er zijn verschillende facetten aan de man. Het was een heel gedreven, ambitieus iemand. Hij praatte met zijn boeren, de commissionairs die de aardappels inkochten, zijn afzet. Hij wist altijd precies wat er aan de hand was. Het bedrijf was ook heel breed. Het was naast aardappelmeel zat hij in de strookkarton. Hij had de suikerfabriek in Groningen. Hij investeerde in vederijen, hij had boerderijen. Het was eigenlijk een heel conglomeraat van activiteiten. Zodra hij iets zag, stapte hij erin als hij daar toekomst in zag. Het belangrijkste voor hem was een goed product maken. Want een goed product, dat zei hij ook, verkoopt zichzelf. Een heel industrieel concern gebaseerd op de aardappel. Naast zetmeel weet Scholten er ook stijfsel van te maken. Lijm, azijn. Uit die armoedige aardappel blijkt je alles te kunnen halen. Als je maar Scholten heet. Dit is al best heftig. Dit is de tweede stook. Het is ongeveer 62% alcohol. Dus, oké. Okay. Ja, dus als je haren in je maag zou hebben, dan zouden die wegbranden. Wij zijn dit niet gewend. Wij drinken dit niet zo. Maar dit dronken ze 100 zoveel jaar geleden wel? Ja, je moet je voorstellen. In die tijd was het een schrale tijd. En er werd van aardappels werd dus een likeur gestookt. En toch om je gemoed maar een beetje moreel maar hoog te houden. Op uw gezondheid. Van aardappelen, kan je toch niet voorstellen dat je daar iets lekkers van kan maken? Het was een goedkoop product. Ik krijg er wel een loopneus van, maar het is echt verrekt lekker. En wat maakte Scholten nog meer van die aardappel? Onder andere stroop. Spiritus, karton, aardappel, meel, papier werd er gemaakt. Kortom, een heel scala aan producten.
Het is ongelooflijk wat je van zo'n aardappel kan maken, hè? Nog, vandaag de dag nog. Hier hebben we Villa Gelria. Het is een buitenhuis, buiten de stad. En het is vernoemd naar Gelderland, de provincie waar hij geboren is. Dit is het theekoppeltje van Scholten. Wat hij heeft laten bouwen, precies tussen zijn woonhuis op de Grote Markt en zijn buitenhuis Villa Gelria. Halverwege? Halverwege ongeveer, ja. Een theehuis langs het spoor. Langs het spoor, ja, want dat spoor was ook wel belangrijk. Want je ziet daar dat hek. En als Scholten dus met de trein ging, dan vertrok de trein van het station daar. Maar als meneer hier stond, dan deed hij zijn stok omhoog en dan stopte de trein. En dan kon hij hier, vanaf deze plek, kon hij instappen in de trein. Zelfs als het verhaal niet waar is, zegt het nog iets over Scholten. Ja, inderdaad. We fietsen nu in de W.A. Scholtenstraat. Dit is het oude hoofdkantoor van alle fabrieken. Hier zaten zijn domicilie alle... hier in de stad? Ja, zijn domicilie. Hier ging hij naar zijn werk. En hier zaten alle boekhouders en klerken op het kantoor te werken. En als je daar om de hoek, bij dat grote grijze gebouw, daar stond de suikerfabriek. De kerstkou van de hele firma. Dit was het zenuwcentrum van het hele concern. Ja. Heeft hij gewoond? Een prachtig huis heeft hij hier neergezet. Scholten wilde altijd al aan de Grote Markt wonen. Dat was natuurlijk wel belangrijk om te laten zien. De plek hier. De plek om gezien te worden. Tegenover het stadhuis. Tegenover het stadhuis. Hij had een aantal panden op het oog. En heeft daar een timmerman naartoe gestuurd om te vragen of het te koop was. En dat wouden ze niet. En daar wonen we twee oude freules en een jonkheer. En, dus geen geringe woningen ook? Geen geringe, nee, zeker niet, gezien de plek ook. En toen heeft hij heel geduldig afgewacht tot deze mensen overleden. En elke keer als iemand overleed, heeft hij één huis gekocht, totdat hij er drie bij elkaar had. En toen heeft hij daar een heel mooi eigen pand neergezet. Hier zien we het. Je ziet hier als referentie, kan je zien dat is nog de kerk, de Martinikerk, zie je hier staan. Oh ja, met het dak. Ja, en dan deze drie pandjes is nu dat nieuwe gebouw. En daar hier recht voor, waar nu dat hooghoutgebouw staat, daar heeft hij dit pand laten neerzetten. Allemachtig. Laten we anders even naar het pand gaan, want er is nog iets wat ik je wil laten zien. Kijk, zie je daarboven dat vaantje? Ja. Dat heeft Willem Albert geschonken aan de gemeente. Zodat hij een wat mooier uitzicht had vanuit zijn slaapkamerraam. Dat hij kon zien waar de wind vandaan kwam. Hij heeft zijn eigen vlag op het stadhuis geplant. Ja, dat klopt. Ja. Om te laten zien hoe belangrijk hij was. Het zegt toch iets over de man, hè? Het zegt heel veel over de man, ja. Hij wilde, denk ik, erkenning hebben. Bij de elite van Groningen werd hij gezien als een parvenu. Dus hij wilde een soort van statement maken. Het heeft wel wat moeite gekost. Maar uiteindelijk, na veel gesteggel, mocht het vaantje erop. En hij staat er nu nog steeds. De industrieel. Het gaat over een jubileum van W.A. Scholten. Gesproten uit een deftige, doch niet rijke familie, heeft deze man gezegend met een sterk gestel en uitstekende gezondheid voor het overige alles wat hij geworden is aan zichzelf te danken. Doch wat voor alles den heer Scholten, den
enige der genialen tekent, is dat hij niettegenstaande die welvaart altijd onverpoosd dezelfde ijver en het let op de kleintjes in zaken toepast. Laat ons hopen het hem gegeven mogen zijn nog lang van den bloei zijner grootse ondernemingen getuige te wezen. Dit komt uit het archief van W.A. Scholte zelf. Dat ligt hier in Groningen. Is 75 strekkende meter. En alles wat je daaruit haalt is of cijferwerk of een lofzang op Scholte zelf. Dat hele archief, 75 meter, is een applausmachine. Wat een kolos, hè? Hij is heel groot. Dat heeft hij bij zijn leven dus al laten bouwen. Dan heb je wel een plan. Ik las 27 grafplaatsen. Echt? En hij had er eigenlijk 45 en volgens andere bronnen zelfs 55 willen hebben. Wauw. Wat zegt dat over zo'n man? Ja, jij hebt lang op hem gestudeerd. Ja, hij wou wel wat vertellen, denk ik. Kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. En wat ik heb bereikt. Ja, denkt hij nou heel hoog over zichzelf? Of heeft hij eigenlijk een ongelooflijk minderwaardigheidscomplex? Ik denk allebei wel een beetje. Er staat erop over bereiken gesproken Duitsland. Op de andere kant stond Rusland en op de achterkant? Oostenrijk. Ja, dat zijn de fabrieken die hij in het buitenland heeft opgericht. En dat heeft hij al helemaal in het begin van zijn carrière heeft hij dat al voor ogen. Dan zegt hij op een gegeven moment van mijn fabrieken zullen verrijzen als paddenstoelen in Duitsland. En zullen zelfs rijken tot de steppes in Rusland. Met die bedrijf heeft hij de eerste industriële multinational van Nederland van de grond getild. Ja. Dat is toch verbluffend om dat te bedenken dat dat kan. Ja, ja, want ze zeggen dat multinationals pas kunnen ontstaan in de periode van als industrialisatie echt is begonnen. Als de spoorwegen, communicatiemiddelen goed zijn ontwikkeld, zodat bedrijven, dat het mogelijk is voor bedrijven om goed contact te houden met een vestiging in het buitenland. Maar hij begint gewoon alvast. Hij begint alvast, ja. Ja, en hij gaat gewoon. Voor de troepen uit. Voor de troepen uit, ja. Ook in eigen land weet Scholte niet van ophouden. Hij koopt uitgestrekte landerijen en begint daar zelf gewassen te verbouwen. Zoals aardappels. Hij betrekt die voortaan niet alleen meer bij de boeren, hij wordt hun concurrent. Willem Albert Scholte kocht hier 140 jaar geleden grond in het noorden. En dit was allemaal woeste grond. Er was helemaal niks, het was een moerasgebied. En hij heeft toen deze grond gekocht en die is nog steeds gelukkig binnen de familie. En wat hier is nou van jullie? Ongeveer een kilometer vanaf het Witte Huis, daar ligt het veenstroompje de Runde en daar ligt de grens. Aan de westkant, hier zie je onze bedrijfsgebouwen, de schuren, de loodsen. Dit is hier een kilometer vandaan en anderhalve kilometer aan de andere kant van de loodsen, daar loopt de westgrens. Loopt nog een heel stuk door. Loopt nog een heel stuk door. De bedrijfsgebouwen liggen aardig in het centrum. 1000 hectare. 1000 hectare. En daarvan hebben we 700 hectare in de akkerbouw. En van die 700 hectare verbouwen we ongeveer een kleine 300 hectare aardappelen. En dat zetmeel dat wordt nog steeds ook verwerkt in Foxhol, de fabriek van AVB, maar waarvan Willem Albert Scholte eigenlijk de oprichter is. Maar dat is nu niet meer in de familie, maar de aardappelen gaan er nog wel steeds naartoe. Jullie hebben de rol omgekeerd. Niet meer de fabriek, maar wel de piepers. Ja, wel de piepers.
Rond 1875 ligt de wereld aan de voeten van Willem Albert Scholte. Hij bestiert fabrieken in half Europa en beschikt over een uitgebreid netwerk aan leveranciers en transporteurs. Ooit was hij zo vooruitziend om als eerste in de streek een stoommachine aan te schaffen. Nu lijkt zijn voorsprong niet meer in te halen. Toch gaan ook anderen mee in de nieuwe geest in het gebied. Het noorden wordt welvarend. Het is een streek met heel veel landbouw. Die landbouw heeft het gebied ook rijk gemaakt. Er is heel veel verdiend in het graan, in de aardappels later en nog weer later de suikerbieten. En is dat hoe de hele streek hier in de vaart der volkeren werd opgestoten? Ja. Ja, door een combinatie van al die factoren. Waarbij de scheepsbouw een belangrijke rol speelde. De landbouw natuurlijk heel belangrijk was. Scholten profiteerden daar natuurlijk van. En die hele streek groeide en bloeide. En als je dan zo'n filmpje ziet met van die dames met hoeden nog. En dan lijkt het inderdaad heel chic. Het is bijna alsof je in het buitenland bent. Dat is verbazingwekkend. Wel een schril contrast met de tegenwoordige tijd. Ja, je hoeft het journaal maar te bekijken. Dan zie je alle ellende die er tegenwoordig op je afkomt in Noord-Nederland. Krimp, de gaswinning, aardbevingen, fabrieken die moeten sluiten. Daar word je niet blij van. Dus het is gewoon heel erg jammer dat dat economisch het zo moeilijk heeft op dit moment. Niet prettig. Maar toch in mijn achterhoofd. Wij hebben de boel opgebouwd. 60, 70, 80, mijn voorouders. Opgebouwd tot een levendige de wereld hier, of niet? Ja. Nou, en daar zijn ik trots op. Opkomst en neergang. En iets van die neergang kondigt zich bij Scholte al aan op zijn hoogtepunt rond 1875. Hij bestuurt zijn imperium met harde, misschien wel te harde hand. Dit is een enquête naar arbeidsomstandigheden in de Groninger Veenkoloniën. En dat gaat op een paar punten ook over Scholte. Ja, arbeider, afgekort tot A. Krijgt de vraag, wanneer gij de een of andere opmerking te maken hebt, zou gij dan kunnen en durven u wenden tot de heer Scholte? Antwoord, dat zou niet baten. Wij worden van het ene eind der tafel naar het andere verwezen. En dan een nieuwe vraag. Gelooft gij dat de inrichting van het werk van dien aard is dat hetzelfde, ongelukken, iedere dag opnieuw kan gebeuren? Antwoord, ja, dat kan niet anders. En er zijn ook veel voorbeelden van ongelukken. Er is een foto van een werknemer van Scholte. Naast zijn vrouw staat de bezem voor zijn huizen. En als je heel goed kijkt, zie je dat hij zijn rechterhand mist. Het kwam nogal eens voor bij die machines dat je met je hand net iets te ver ging. Hand weg. En dan was Scholte zo, als je weer genezen was, kon je weer in dienst komen. Voor de helft van het loon, want je had de helft van je handen. Wat heb je voor vrouw? Hoe bedoelt u? Heeft ze centen? Jawel. Heel goed. Heel goed. Waar het dan op aankomt, is dat jij laat zien dat je die centen gebruikt. Dat je met haar geld meer centen binnenhaalt. Zo heb ik het ook gedaan. Lees je elke dag de krant? Weet je dat je de krant moet lezen met je handen zo? Dat is de essentie van een ondernemer. Bezie alles met je handelsoog. Ik vind het nu wel mooi dat je hem echt een stuk rustiger pakt en kleiner. Ja. Dat werkt wel goed. En hij staat daar maar. Ja. Jij bent de man, ja. Scholte. Ja.
Hoe voel jij hem? Wat is het voor man voor jou? Nou, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ook nog aan het zoeken. Maar wat ik interessant vind, is wat drijft zo'n man nou om dit te doen? En hoe komt hij daar nou toe? En wat ik wel een beetje op zit, is dat ik denk, volgens mij heeft die man gewoon echt het idee dat als je iets wil, dan moet je er gewoon achteraan gaan. Je moet het zelf voor elkaar krijgen. En als je dat wil, dan lukt het je ook. Mia, je bent een verachtelijk kapitalistisch varken. Je buit je arbeiders uit, je fabrieken zijn onveilig. Ons Foxholstermeer steekt naar jouw vuil. Waarom ga je daar niet eens zwemmen? Varken, pissebed, luis, schurftekop, rot in een pens, vuile grootkapitalist. Nu je zo'n stuk gaat doen, dan kom je er in één keer achter dat er natuurlijk nog veel meer kanten aan zo'n man zitten. En ik denk dat hij heel veel betekend heeft, maar ik denk ook dat hij meedogenloos was. Hij had het ook liefst kinderen en vrouwen op de fabrieken, want die waren gewoon minder opstandig. Die kon hij makkelijker inzetten. Ik denk dat je het moeilijk nu nog in Nederland iemand kunt zoeken die met hem te vergelijken is. Maar als je kijkt naar derde wereldlanden, dat je daar nog wel dezelfde omstandigheden kunt zien. Bea, je bent een verachtelijk kapitalistisch varken. Je buit je arbeiders uit. Je fabrieken zijn onveilig. Ons Foxholstermeer stinkt naar jouw vuil. Vuile schotten! Want ik zag mijn zwijt moeten meenemen! En de mensen die er zijn, die werken niet. Zijn jullie nog helemaal bij sodemietart? Ga aan het werk, nu! Kom op, jongens! Ja. Hap, kijk uit! Hap. Zo in de jaren 1880 komen er steeds meer spanningen tussen Scholten en de boeren die hem aardappels leveren. Die pikken het niet meer dat hij alles afrekent tot op de laatste halve cent. En dat alles sowieso altijd moet zoals hij het wil. Die boeren die gaan zich verenigen, die maken één front. En als de spanningen dan nog verder oplopen in de jaren 90, besluiten ze het voortaan zelf te doen. Ze liggen centje bij centje, botje bij botje, en beginnen hun eigen fabriek. Concurrent voor Scholten. Nieuwe rijkdom voor de streek. Nu voor andere mensen. De coöperatieve industrie, gesticht en geleid door de boeren zelf, bepaalt in de strijd tegen Eureka de richting. Het vuur van de coöperatie, dat nu ook in deze industrie ontstoken is, is niet meer te doven. En zo ondervindt Scholten steeds meer weerstand. Nu zelfs van de boeren met wie hij eerder samenwerkte. Maar hij laat zich daar niet door afleiden. Hij blijft verder kijken, naar de horizon. Omgeven door de scheepsbouw in het gebied ziet de grootindustrieel weer nieuwe kansen. De zee begint te lonken. Bea Scholten was eigenlijk vanaf zijn jeugd al gefascineerd door scheepvaart en scheepsbouw. En met de komst van stoomschepen, het was natuurlijk wel weer een idee van... Ja, ook een vooruitgang en vernieuwing, industrialisatie. Iets wat hem wel heel erg aansprak. Stoom sowieso, hè? Stoom sowieso, ja. Maar dat was natuurlijk de nieuwe kracht waarop de industrie draaide. En op een gegeven moment komt hij in contact met mensen die de oprichters zijn van wat later de Holland-Amerika-lijn worden. En met hun gaat hij in zee, investeert een gigantisch uiteindelijk een bedrag van 600.000 gulden. En hij zegt, oké, ik leg hier het grootste bubs geld op tafel, maar... Dan wil ik commissaris worden van het bedrijf. En een andere voorwaarde was dat er een schip naar hem vernoemd zou worden. Want dat vond hij natuurlijk wel interessant. Zo kennen we onze man. Ja, dus dat schip dat komt er. Echt een gigantisch schip. Er kunnen 600 passagiers op. 3 masten, maar wel een stoomschip. Maar op de eerste vaart botst het schip met een Engels schip in het kanaal vlakbij Dover in dichte mist. En het zinkt. Meteen op de eerste vaart gezonken. Nederlandse Titanic. Ja, alleen hij voer nu niet tegen een ijsberg aan, maar tegen een Engels groot schip. Maar het gevolg was hetzelfde, het schip zonk. En een paar opvarenden van de 220 werden gered. Ja!
En Scholten is natuurlijk not amused. En gaat klagen bij de directie dat hij een nieuw schip naar hem vernoemd wil hebben. Weer zijn eigen naam? Weer zijn eigen naam. Maar daar zijn ze niet van gediend, dus dat gaat niet door. En vanaf dat moment wordt het ook minder met de relatie tussen Scholten en de wat later de Holland-Amerika-lijn wordt. Scholten krijgt het een keer niet voor elkaar. Niet zoals hij het wil. Ja. Hoi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heel mooi. Dankjewel. Ja. Fantastisch verhaal. Ja. En het is rare, bizar, het is waar gebeurd. W.A. Scholten van de Aardappels ging in de schepen. Ja, dat heeft hij echt gedaan, ja. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het een voorbode is voor het einde van zijn eigen leven. Ik bedoel, op het moment dat dat mislukt. Mislukt echt wel een droom van hem. Dat zegt hij ook in de voorstelling. Hè? Dus ik heb mijn droom te pakken. En op het moment dat dan mislukt, dat hij niet heel lang daarna dat hij dan sterft, zeg maar. Ja. 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 Wat zie je daar nou? Scholten met een vrouw naast hem met een arm om hem heen. En ze kijkt op hem neer. Wat zou het zijn? De dood. De enige in de hele wereld die op Scholten mag neerkijken. Mag neerkijken. Die macht heeft om dat te doen. De dood. De dood, ja. In 1892 is Willem Albert Scholten overleden. En zijn imperium werd overgenomen door zijn zoon, Jan Evert. Maar de tijden veranderden wel. Het was niet meer zoals toen Willem Albert Scholten begon. Dat alles maar kon. En als je als pionier ergens begon, een monopoliepositie beginnen. Dat kon niet meer. Uiteindelijk is door mismanagement en te grote investeringen is dat bedrijf toch misgegaan. En het is in 1978 failliet gegaan. En het aardappelmeel onderdeel is uiteindelijk aan de AVB, dus aan de boerencoöperaties, verkocht. Dus de boeren hebben nu, ja, kregen die fabrieken van Scholten in handen. En de AVB is nu de wereldmarktleider voor het aardappelmeel. Dus zo leeft hij toch nog voort. En hij heeft ervoor gezorgd dat we hem niet vergeten. Wat is er nog over van het erfgoed? W.A. Scholten, jij. Ja, dit. Ja, dit landgoed, ruim 1000 hectare. Ik ben wel ontzettend trots dat we de zaak nog steeds in handen hebben. Als je die hele geschiedenis nou overziet, wat is het, 150 jaar vanaf Willem Albert. Wat doet je dat? Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik ben de 6e generatie inmiddels. En dat is de 7e generatie, mijn kinderen. En het is toch schitterend dat je dat bezit steeds in stand kan houden en weer kan overdragen naar de volgende generatie. Zo is dat al 6 keer gebeurd. Ook na 150 jaar is het nog niet afgelopen. Het is nog niet afgelopen. Wat een rijkdom. In de 19e eeuw begint de vrouwenstrijd. Gegoede dames zitten thuis en mogen de deur haast niet uit. Ontzettend donker, hè? Betsy Perk komt in verzet, maar ondervindt veel weerstand. Ze had een abonnement op tegenslag. Nee, Betsy staat er niet bij. Een gevecht om te mogen bestaan in de buitenwereld. Dus het was echt heel bijzonder.